Hallo allemaal en welkom bij deze vierde aflevering van Babbelhap. Ik sta hier met Christina. Hallo, Christina hier. En ik moet eventjes voor mijn kijkers wat uitleggen. Ja. Want ik sta in een nieuwe keuken. Yes. Dat komt omdat, jij weet het ook wel, waarom sta ik nu hier en niet meer in Zoetermeer? Omdat jij uit elkaar bent met je ex. Yes. Omdat ik uit elkaar ben. En nu woon ik even bij mijn ouders. En daardoor filmen we nu hier. Maar ik vind het eigenlijk wel heel chill. Het is lekker. Het is echt een mooie keuken. Ja. Ja, een hele mooie keuken. En straks hebben we dus weer een nieuwe keuken in je nieuwe huis. Ja. Dus een heleboel veranderingen. Precies. En we hebben weer nog iets anders. Want alleen jij gaat een gerecht maken. Ja. En dat is beter, want het was veel te lang. Dus eigenlijk, dat was het. Ik heb er ook echt mega veel zin in trouwens. Ik ook. En we zijn een beetje in een soort Valentijnsthema. Ja, want we dachten van, oh, misschien is het leuk om ook met je date te koken. En gewoon iets lekker simpel, maar toch even bijzonder. Want we gaan een crispy sushi roll maken. Yeah. En het leek me dus ook heel erg leuk om dat met jou te maken. Omdat we vroeger natuurlijk helemaal sushi mukbangs hadden. Dus een beetje met een knipoog daar naartoe. Echt leuk. Want nou, mijn kijkers, ik weet niet hoeveel van de Babbelhap kijkers ook mijn vlogkijkers zijn. Maar die moeten jou kennen. Dat kan niet anders. Wij hebben elkaar ook echt wel heel lang niet gezien. Dus misschien inmiddels niet meer. Maar ja, we maakten vroeger hetzelfde wel. Vroeger maakten wij dus mukbangs samen. Ja, ja. Eigenlijk voornamelijk, hè? Ja. Ja, proefvideo's, mukbangs. Ja. Dus dat is helemaal in de sfeer van wat wij vroeger ook deden. Ja, echt leuk. En je mag zo verder gaan vertellen wat we maken. Okay. Maar eerst mag je even wat over jou vertellen. Oké, nou, mijn naam is Christina. Ik woon in Groningen. Nee, maar ik maak ook video's op YouTube, TikTok en Instagram. Vooral beauty, maar ook vrouwelijke onderwerpen als daten, relaties, breakups, liefdesverdriet of juist liefde. Eigenlijk van alles en nog wat. Menstruatie. Heel juicy, ja. Maar ook fashion vind ik leuk. Echt alles met het vrouwelijk onderwerp. Dat vind je op mijn kanaal. Ja, en als mensen dit zien is het dus deze week net Valentijn geweest. Ja, ik ben benieuwd of ik een Valentijn ga krijgen dit jaar. Ik sowieso niet. Mijn Valentijn zijn mijn ouders dit jaar en mijn vogel hier. Wou je nog iets over jezelf zeggen? Nee, ik heb al genoeg gezegd. Okay. Nou, dan gaan we lekker door naar de hap van de gast. En dan mag jij dus nog heel even vertellen wat we nou precies gaan maken en waarom. We gaan een crispy sushi roll maken. En we gaan hem helemaal bakken met rijstvellen en sushivellen. En heel eerlijk, ik heb het dus nog nooit gemaakt. Nee. Maar ik wil het zo graag maken. En vandaar leek het me gewoon ideaal. En we kunnen meteen kijken van, is het een makkelijk recept? Kan je het gewoon maken als je het niet kan? Ik denk het wel. Het ziet er heel makkelijk uit. En het ziet er zo lekker uit vooral. Oké, dan gaan we al door naar de ingrediënten. Dit zijn de ingrediënten die je nodig hebt. Sushi rijst. En wij hebben hem alvast voorgekookt en ook al wat rijst er zijn ingedaan. Verder heb je rijstvellen nodig. Norivellen. Furikake. Ik weet niet hoe ik dit moet uitspreken. Ja, zo volgens mij. Furikake, dat zijn Japanse kruiden. Sriracha. Sriracha. Ik weet ook niet. Ja, jij zei sri. Ik dacht dat het shi was, maar dit is goed. Ja, toch? Ja. Sriracha saus. Zwarte sesamzaad. Witte sesamzaadjes. Raukos die je lekker vindt. Wij doen een komkommer en een avocado mee kan wortel doen. Mango. Ja, echt alles wat je lekker vindt. En iets van vis. Bijvoorbeeld rauwe zalm, surimi of gerookte zalm. Iets wat je lekker vindt. Ja, maar ik dacht ook tonijnenblik, tonijnsalade, zalmsalade, je kip, kan alles doen. Ja. Letterlijk alles. Dus het is echt, doe het naar je smaak. Maar wij gaan het even op deze manier doen. Wij hebben echt hele lekkere, goede zalm. Heerlijk. Dan gaan we nu naar de how-to. Oké, we gaan beginnen natuurlijk met alles eerst te snijden. Dus je zalm snijden, je surimi, je komkommer, avocado. Eigenlijk alles gewoon wat je erin wil hebben. Het valt voor ons echt wel mee. Ja. Oh, dit is trouwens ook het moment dat je eigenlijk rijst al moet koken. Ja, ik heb het dus in een rijstkoker gedaan. Als je dat hebt, echt tip. Het verandert je leven. Ik wil het ook eigenlijk. Het kost echt, je hebt voor €20 heb je het. Het verandert echt je leven zo erg. Ja, hè, ik wil dat ook. Oké, dus kook je rijst. Ja. Laat het even lekker borrelen. En in die tijd ga je alles snijden. Nou ja, wat jij zei met een date. Te leuk. Het is superleuk. Je hoeft helemaal niet na te denken. Nee, en vooral als je een beetje zo'n bar hebt of zo. Ik zie hem dan nu voor me dat hij dan zo daar zit. Wijntje erbij. En dan, gezellig, toch? Ja, oké, dan gaan we lekker snijden. Ik hoop zo dat die avocado mooi is. Oh ja, dat is echt spannend. Ik heb gisteren avocados gekocht, die waren niet goed. Dus ik heb deze van mijn moeder. Ja. Hij is echt zo mooi. Zij heeft dus altijd, geluk, altijd goede avocados. Hoe kan dat, hè? Ja, zij weet dat. Er zijn dus mensen die hierbij hun hand hebben doorboord, hè? Ja. Zo. Oh. Nooit zo je hand eronder. Maar dat altijd doe ik sowieso niet, wat jij nu doet. Oh, ja, dit doe ik wel. Oh, nice. En dan doe ik zo op de prullenbak, zo tjak. Ik pak hem altijd, zeg maar, zo van de zijkant, zo. En dan doe ik zo. Oh ja. En dan is hij er ook uit. De laatste keer dat we elkaar zagen, toen hadden we allebei nog een relatie, volgens mij.
Zo, echt. Jij bent Alex. Ander leven trouwens. Echt allebei nog een relatie verder. Ja. Gewoon ondertussen. Ik ben ook sinds kort weer single. Nou ja, sinds kort 3,5 maand zoiets. Ja. En jij ook zoiets. Ja. Nee, langer. Of niet? Nou, ik woon hier nu pas een paar weken. Oh. Maar we hebben 4 maanden nog samen gewoond. Toen het al uit was. En ook niet op YouTube kunnen vertellen. 4 maanden. Ja, want we wilden voor mijn bonusdochter, ik noem me gewoon nog steeds bonusdochter, wilden we ook niet voor haar dat iedereen het al wist. Ah ja, dat snap ik, dat snap ik. Oh mijn god, maar hoe was dat gegaan? Was je heartbroken? Ja, tuurlijk. Nee, ja, dit keer ben ik dus niet heartbroken. Maar dat komt omdat ik echt heel hard heb gevochten en echt alles heb gedaan voor deze relatie. Oh ja, dat is fijn. Dat had ik dus met mijn ex ook. Ja. Gewoon alles eruit gehaald. Ik kan niet nadenken van, oh, dit hadden we misschien moeten doen of dit. Gewoon alles eruit gaan. Ja. Zal ik het trouwens nog even wat platter maken? Oh ja, dat is ook goed. Ja, jij hebt wel echt in de tussentijd leuke dingen meegemaakt. Ja, maar jij toch ook? Nee, maar ik bedoel qua spannende ook qua spannende date. Ja, dat wel. Ja, ik vind het leuk daten. Ik moet zeggen, ik vind daten echt leuk. Ja, ik was best wel lang echt single en ik heb er ook echt van genoten om eerlijk te zijn. Heel goed. Ja, we hadden het net even off-cam over alle juice. Sorry jongens. Ja, nee, de juice die blijft hier. Ja. Kijk, deze truc. Doe jij dat? Mama? Ja. Oh, satisfying. Iedereen haat mango snijden. Altijd als er iets met mango wordt gedaan, merk ik dat iedereen die mango voor het laatst bewaart, dat iedereen haat het om die te snijden. Ik weet niet, ja. Pakte jij niet bewust niet de mango? Ja, misschien. Ik wel. Het is zo irritant. Ik ga stuk. Nee, maar sowieso, Chris en ik zijn altijd heel erg van het kletsen over van alles en nog wat. Ook in video's. We zijn altijd best wel open. Maar we gaan dus straks voor jouw kanaal gaan we mukbang maken. Zo'n zin in. Ja. Echt zo'n zin in. Maar eet je wel in Bubble Hap eigenlijk? Je wilt even proeven, toch? We gaan even taste testen. Gewoon een paar hapjes. Maar de rest doen we heel lekker. Op de mukbang. En dan gaan we even wat uitgebreider kletsen over leven. Want precies. Nu hebben we natuurlijk ook... We moeten iets uitleggen hierover. Ja. Maar ik merk zelfs aan jou, want jij kletst nog meer dan ik, dat jij ook in je focuszone zit nu, toch? Ja, want het is gewoon... Ik denk van, oké, we moeten even aan het werk. Maar zullen we die wortel skippen? Ja. Okay. Maar daarom is het dus ook voor een date leuk. Want het is... Zeg maar, als het even boeit het niet. Want je bent aan het koken. Ik hou echt van met mannen koken samen. Ik vind het zo ik gezellig. Ook. Zo leuk. Maar het is ook niet awkward als je dus even niks zegt. Want iedereen zit gewoon in zijn focus. Ja, klopt. Oh, dat is wel misschien een stukje. Op zich is het al in stukjes, toch? Ja. Ik vroeg aan die vrouw, wil je het in plakjes snijden? Was er zo'n man achter mij? Helemaal geïrriteerd, want we gingen kletsen over dat vis niet hoort te stinken en zo. Maar ze was ondertussen gewoon aan het werk. Zegt hij, nou, ik kom wel terug als jullie tijd hebben. Oh nee, joh. Helemaal wat zo. Kut. Helemaal boos. Ja, mensen moeten echt wat meer ontspannen in hun leven. Echt, hè? Ja, maar echt. Maar ja, we maken natuurlijk een Valentijnsdag special of een soort van. Maar we hebben allebei helemaal geen Valentijn. Nee. Ik weet nog wel, één keer kwam ik bij een vriendin thuis met Valentijnsdag. En toen had ik zelfs een relatie. En... De Valentijnsdag dat ik toen had meegemaakt was echt de beste ever. Ja? Ze had helemaal ballonnen, een taart, helemaal rozenblaadjes. Gewoon zeg maar gewoon vriendschappelijk. Oh. Gewoon heel leuk omdat het Valentijnsdag was. Zo en toen dacht leuk. Ik, oh mijn god, wij pikken zoveel te veel van mannen en dat vind ik echt. Ja? Weet je wat ik kreeg op mijn eerste Valentijnsdag? Nee. De hele dag verdrietig dat hij niks zei, want we woonden toen uit elkaar nog. Hij heeft niks gezegd? Hij zei de hele dag niks. En toen uiteindelijk ging ik met de trein naar Zoetermeer om bij zijn ouders te eten. Was er nog steeds niks. Dat zijn moeder nog zei, heeft hij nou niks gedaan? Kom ik bij hem thuis? Ik dacht, hij staat bij de trein met bloemen. Ja, duh. Kom ik bij hem thuis, staat er een body of fit deken waar je in shakes, weet je wel? Ja. Met één roos zo. Maar eigenlijk achteraf heel lief dat hij dus iets heeft gedaan. Maar, ja, maar hij had wel iets kunnen zeggen. De hele dag was ik al, het was gewoon 11 uur 's avonds, zag je dan één roos in die body and fit baker. En als je elkaar kent, denk je, oh schat, ik hou van je, wat schattig. Maar sorry, ik was zo toen al de hele dag helemaal verdrietig. Oh, red flags. Ja. Gewoon, ik hou echt van romantische mannen die echt hun best gaan doen voor de vrouw. Daar hou ik echt van. We gebruiken dus één zeewiertje met 4 rijstwellen. Ja, dat is wel heel veel. Oké, jongens, daar gaan we. Oh ja, want ik voel hem nu wel wat meer doen. Ja, het wordt helemaal doorzichtig. Oh. Ja, dit hoort. Ja, die is goed. Laat liggen. Hè? Maar ja, waarom die is deze goed. Niet dan? Oké, nou, ik moet hem misschien even wat... Oh, ja, dat hij bijna verdwijnt. Hij moet soort van wegvallen in het water. Net als al onze exen. Oké, nou, ze liggen hoor. Woehoe. Ik ben benieuwd of dit niet... Nee, dat kan het gaat wel goed, hè? Hoor. Ja, dat komt goed. Oh, ik vind deze nori-bladeren zo lekker. Oké, dus dat plaatsen we in het midden. Oh, en leuk. Hier doen wij dus rijst op. Ik vind het heel leuk. Ja, toch? Let's go. Dus in het midden doen we rijst. Ja.
Ik denk niet dat we mega veel moeten doen. Nee, denk ik ook niet. Maar dit is goed wat je nu doet. Denk nog één scheppie. Zo denk je. Of zo, ja. Zo ja, is ook goed. Toch? Ja. Dus gewoon niet te dik, niet te dun. Okay. Oh, wat schattig. Een beetje overlappen. Ja. Oh, ik heb hier echt zin ja? in. Wij zijn nog nooit zo stil. Ja, letterlijk. Ik probeer het echt soort van helemaal mooi neer te leggen. Oh, moesten we niet eerst Furikake doen? Oh ja. Moeten we dat opnieuw? Doen we wel even overheen. In het midden een beetje. Ja. Eigenlijk moet je dus eerst Furikake en op het einde weer. Oh, dit is lekker. Meer dan genoeg hoor. Dat is echt wel genoeg. Heel genoeg. Ja. Oké, okay. Salm. Een volledige recept staat natuurlijk altijd in de beschrijving. Ja, dat is wel nodig met onze twee chaos hier. Oké, okay, dan is dit moment. Ja, eerst die. Of het eraf komt. Jawel. Ja. Ja. Oh, wat fijn. Oké, okay, dus eerst deze zijkant. Maar ook een beetje dubbel, toch? Dat hij een beetje de zeep erover gaat al. Ja. Ja. Oh ja, dit kleeft heel goed. Daarom gebruikt ze dit. Ja. Oh. Nice. Oh mijn god. Ik vind het wel echt apart spul hoor, dat rijst. Toen ik dit voor het eerst had, dacht ik ook echt, dit is gewoon een condoom. Ja, toch? Ja, het voelt heel erg. Maar het is geweldig dat het zo plakt. Ja. Wauw, dit gaat echt goed joh. Toch? Oh, dit shot is heel mooi. Dit is perfect, Chris. Hij is wel Chris. Lekker dik hoor. Kijk, mooi. Hij plakt ook lekker. Oké, okay, dan doen we hier sesamrijstsop. Ja, zwart en wit. Maar ik zie dit nooit ergens in zo'n tentje op straat of zo. Terwijl dit wil je toch op straat kunnen kopen uit zo'n frituur. Ja, geweldig. Maar jij houdt niet zo heel erg van daten, hè, zei je? Jawel. Wel? Ik vind het wel heel leuk. Alleen, ik moet een beetje in de zone zitten, in de vibe. Ja, ja, ik snap wel dat je nu nog niet in de vibe zit. Nee, ik ben wel zo dat ik merk dat ik nu in de sportschool, want hier sporten echt heel veel leuke mannen. Maar ja, zit je daar naar te kijken? Oh ja, natuurlijk. Nou, even. Ik denk niet dat ik mijn man daar vind, maar ik merk wel dat ik dan al kijk van, is dit een type of gevallen? Weet je wel, een beetje oh, dat ja. ik er wel mee bezig ben. Terwijl mijn ex stuurde nog van, ja, ik kan er echt nog niet over nadenken. Nee, maar ja, soms moet je gewoon, ja, soms ben je gewoon te bang. Ja, maar hij, ja, ik kan gewoon best wel. Ik denk degene die het uit heeft gemaakt, is er ook al sneller klaar voor. Want dat had jij waarschijnlijk ook. Je wist het al in je hoofd. En je gaat weg op het moment dat je echt zeker weet, het werkt niet, toch? Nou ja, of zeg maar mijn laatste ex. Nee, ik bedoel je eerste. Was het wel even een rauwe. Dat was wel rauw op mijn dak, hoor. Ja, maar dan bij de eerste wel, toch? Ja, bij de eerste wel, ja. Maar ik moet zeggen. Ja, ik hou wel echt van daten. En ik hou ook echt wel van mannen. Dat zou je niet denken als je mijn video's ja, kijkt. Ja, mannenhater. Maar ik hou wel echt ook van mannen. Ja. Als ze zich gewoon goed gedragen. Nou ja, het is heerlijk als een man echt. Ik heb één man gehad toen ik het heel even uit had gemaakt met Hul. Die echt zijn best voor me deed inderdaad. Weet je, dus gewoon ja. een date voor je regelen. Meteen zeggen, kom je op mijn feest. Met al mijn vrienden gewoon echt. Dat wil je toch? Juist. Maar toen schrok ik dus weer dat het allemaal een beetje te snel ging. Ja, maar toen was je er gewoon niet aan toe. Nee, dat is waar. Ja, dat kan ook. Maar jij, hoeveel dates heb je gehad, denk je? Met hoeveel verschillende mannen? Ja. Oh, nee, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan niet zeggen. Maar echt 20 of zo? Ja, ja, dat sowieso. Zoiets. Wel meer, ja. Ja, dat denk ik wel. Ik heb wel leuk. Aardig ook wat eerste dates gehad, wat nooit meer een tweede date werd. Oh mijn god, moet je luisteren wat er was gebeurd. Ik werd gewoon boven de verschrikkelijke break-ups van vorig jaar ook nog bijna geghost door een nieuwe Tinder-kerel. Jij hebt volgens mij, want het lijkt alsof jij veel deelt, maar volgens mij deel jij echt nog geen 10%. Want ik heb net al zoveel gehoord. Ja, maar moet je nagaan, toen had ik echt al heel veel deel. Heel veel juiciness. Ja. Maar oké, ik zou even mezelf verdedigen, want ik was heel snel op een date gegaan met iemand. Ja. Ik had gewoon uit verveling Tinder. En wie Tinder, niet? Tinder nou, is niet, voor niet, mij maar. Echt net Instagram scrollen. Ik kijk foto's en ik ga stuk. Ik vind Tinder wat dat betreft nog leuker dan Instagram. Want op Instagram kijk ik alleen maar naar van die Insta-modelletjes. En mannen posten ik kijk niet naar echt mannen op grappige dingen. Precies, maar kijk jij op Insta naar mannen? Ik nooit. Nee, ik ook nooit. Maar op Tinder, is zo grappig hoe ze dan. Ja, Tinder is de place, een soort Insta waar je de mannen en kunt bekijken. En ik ga dan stuk. Maar ik raakte dus in gesprek met iemand. En ik raakte heel vaak in gesprek met iemand. En dan wilden ze bijvoorbeeld afspreken en dan haakte ik af. Maar één jongen dacht ik, oeh, ik vind hem eigenlijk best wel interessant. Is dit degene wat je mij net hebt verteld? Nee, dat denk ik niet. Een ander. Een ander. En ik dacht van, oeh, ik vind hem eigenlijk best wel interessant. Dus wij hadden best wel wat geappt met elkaar. En het klikte heel goed. Hadden we afgesproken. En echt, oh mijn god. En we hebben gezoend en dat was het meest ongemakkelijke ding van mijn leven. Oh, wat erg. Ja, dat was heb echt ik ook ooit gehad. Verschrikkelijk is dat. Als ik aan het terugdenk, dan krommen mijn tenen. Hij had die avond nog geappt met bla 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 bla. Was leuk, gezellig. En hij had tijdens de date ook echt, denk ik wel 3 keer gezegd van, oh, was leuk, gezellig. Ja.
En toen de volgende dag, want ik had die avond al gezegd van, nou ja, dankjewel voor de wijntjes. Het was echt gezellig, gelachen. Nog veel plezier morgen, want hij had plannen. En hij heeft gewoon nooit meer gereageerd. Huh? Oh, dat is heel naar na een leuke date, want dan weet je nooit waar het door kwam. Het was zo weird. Oh, dat lijkt me heel vermoeiend. En toen heb ik dus anderhalve dag gewacht. Dus ik zei tegen hem, ik ben jou wel spraakzamer gewend. Ja. Want normaal gesproken lulden wij echt heel veel. Oh. En nu was het in één keer stilte. En toen zei hij, ja, haha, sorry, was druk. Nou, sorry, wat is dat voor iets doms? Oké, hij heeft wel nog wat. Ik dacht, je hebt nooit meer wat van hem gehoord. Jawel, ik heb nog wel wat gehoord. En toen zei hij dat hij de energie waar hij naar zocht, dat had hij niet gevonden. Nou, dan neem ik aan dat hij iemand zoekt met weinig energie. Want... Ja, sorry. Ja, maar ik was ook zo van aan het woord. Ik had gewoon letterlijk een droog strop. Maar ja, die opmerking. Ja, en dan zo'n opmerking. Dus... Nee, maar dan kan hij niet bedoelen dat hij meer energie zoekt. Dat kan niet. Gewoon een toch? Andere soort energie waarschijnlijk. Ja, ik een weet saai dat... iemand moet hij dan bedoelen. Ik heb dat geen kan idee. Ja, sorry. Maar volgens mij klets je heel veel ook op een date, toch? Ja. Ik heb echt nul moeite met praten. Deze dingen moeten we oh, weer vergeten. Dit ruikt naar katten. Nee, geen kattenvoer. Vissenvoer. Dit is echt vissenvoer, letterlijk. Ik ben benieuwd hoe het smaakt. Vies, hè? Ja. Je hebt volgens mij wel gradaties, want dit is wel een goedkoop merk. Maar volgens mij stinken ze allemaal. Mm. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Oké, ik doe su. Oh ja. Maar daarna, dus toen zei hij dat en dat was het. En dat was het inderdaad. En ik vond het zo raar, want we hadden echt leuke gesprekken en blablabla. Bla, bla, maar nee, dat was hem toch niet. Want jij hebt toch wel echt gentlemen's ook gehad die echt hun best doen? Ja, absoluut. Maar ook heel veel van die dat je denkt van nou. Ja. Want eigenlijk is het al een beetje sfeerverlagend als iemand al zegt van... Ja, zullen we gewoon een wijntje thuis doen of zo? Oh, dan ben meteen ik al... thuis durf ik niet meer aan. Elke man die dat deed, die wilde iets anders. Ja, de. Maar in de tijd van COVID heb ik dat wel veel gedaan. En toen wilde je dat ook. Ja, toen had ik daar wel even zin in. Ik snap dat wel. Deze heb ik wel echt goed gevuld. Dat wil ik jou. Gadver. Wat dat betreft spreken we wel dezelfde taal, want ik heb het ook flink tekort. Ah, ik denk dat wij zijn, ik vond ons vroeger altijd heel anders. Maar toch denk ik dat wij ook veel overeenkomsten hebben wel. Ja, misschien waren we daarom zo aan het kutten soms met elkaar. Jij hebt wel volgens mij veel meer energie, zeg maar, dat je niet snel moe wordt van mensen. Nou ja, ik moet zeggen, ik ben ook een dagje ouder geworden. Nou, dat hoor. Idee heb ik. Ik dacht, als ik jou ga zien, denk ik dat jij daarin ook iets meer nu bent zoals ik. Dat je ook wel moe bent op een gegeven moment. Ja... Ja, dat vond je mij altijd de drukste wat je zegt. Nee, maar ik ben altijd de drukste persoon. Oh. En bij jou dacht ik altijd van, jij hebt nog meer energie, maar jij bent daarna ook niet moe. Oh zo, ja nee, ik ben wel echt, ik kan wel echt heel moe zijn. Ik ben eigenlijk vandaag ook heel moe. Ja, ik ook. Echt maar na dit... Maar ik word dit jaar 30 en jij dan? Ik ben nu 30. Hè? Wanneer dan? Ja. Wanneer ben je dat geworden? 28 april. Meid, je bent bijna 31. Eeuw, ja, jammer. Want ik wou op mijn 30ste kinderen. En oh, dat gaat niet meer lukken. Dat gaat niet meer lukken. Nee, maar ik weet op evenementen en zo. Jij hebt altijd... Ik kan dus niet leuk doen als ik iemand niet leuk... Ik kan het, maar ik kan het niet. Snap je? Ik snap je, maar... Ja, ik jij ben dat op, altijd. Op bepaalde plekken kan ik dat absoluut. En daarom... Maar kijk, in mijn privéleven hoef ik dat niet te doen. Want als ik iemand niet mag, ja... Like, ik hoef daar geen energie in te steken, maar op bijvoorbeeld werkgebied. Ah, ik moet zeggen, ik heb ook niet snel dat ik mensen heel onaardig vind of zo. Ik kan altijd wel iets vinden dat ik denk, oh ja. Snap je? Ja, maar jij kan ook... echt een kilo sesamzaadjes erop. Ik mocht dat mijn vader niet te veel gebruiken. Anders moet je een nieuwe kopen, zei hij. Oh, nou, maar je kan zeg maar eigenlijk al zo inrollen. Zo. Maar ik heb zeg maar, ja, neppe mensen. Klinkt altijd zo onaardig, maar ik vind... Vond Kijk. Events. Hey, goed van je. Weer wat bespaard. Pap, we hebben niks extra gemaakt. Nee, maar op events had ik moeite met de neppe mensen. Je snapt wel wat ik bedoel, ja, toch? De Instagram meisjes. Gewoon te zo gemaakt. Ja, en jij kon daar heel goed mee omgaan. Ja. Ja, klopt. Daarom vond ik ons heel anders, maar dat boeide niet. Maar dat ik dacht, ach, ik wou dat ik ook gewoon dat kon. En dan dacht ik, volgens mij is Chris ook niet kapot na zo'n dag. Oh, vriendin, je had mij dan... Ik had bijna een burn-out op een gegeven moment. Ja, nou, dat snap ik. Ja. Dat... Wij gingen dan daarvoor nog sushi eten, naar een evenement. En jij was helemaal nog... En ik dacht, oh, ik vind jou nep, ik vind jou nep, ik vind dit nep. Ja, ik denk dat ik dat gewoon wat minder binnen laat komen. Ja, jij kan heel goed... Ik kan heel goed gevoel soort uitzetten. Ja, het was gewoon... Ik nam het niet persoonlijk allemaal. Nee, dat kan je, maar dat kan je denk ik nog steeds. Ja, absoluut. Dat is iets wat ik echt niet kon. Ik ben wel echt een stuk relaxter geworden. Die van jou is zo lekker compact gedraaid. Oké, ik kan niet wachten tot we dit zo crispy, zo... Oh, zin in. Oké, dus nu gaan we bakken. Ik pak één surimi dingetje.
Ja, lekker. Ik heb honger trouwens. Ik heb ook echt trek. Oh ja, ook nog bijvoorbeeld haverkoeken of zo, gekocht bij de Albert Heijn. Ja, dat kunnen we ook in je mukbang eten hoor. Dat boeit het allemaal niet. We kunnen gewoon een banaan. Bananenmukbang. Dat is super grappig. Jij was altijd met jouw gekke ideeën. Dat we dan doen bananenmukbang een keertje. Waarin we dus alleen maar over dates gaan praten en dan... En dan zeg maar. Je maakt het wel heel suggestief. Ja, maar naar aanleiding van de banaan bepalen we over welke man we het gaan hebben. Dan moeten we wel verschillende soorten grote bananen. Groottes, diktes, bruin, vers, oud. Jij bent echt overzicht, ik kan niet meer. Ja, ik ben de juf, maar ik probeer zeg maar een beetje de opmerkingen zo te doen dat je dus het alleen snapt als je geen kind bent. Oh ja. Papa zei hij moet eerst op 4. Nee, maar ik vind het heel grappig, want ik merk echt wel aan jou dat je rustiger bent geworden. Zeg maar, in een kroeg ben ik drukker, bij werk ben ik wat rustiger. Ja. Dat is het wel. Ja, maar vroeger als wij afspraken, jij stond altijd aan. Ja. Altijd. Ja, nu dat niet. Nu ben je ook af en toe eventjes niet aan, zeg maar. Gewoon chill. Ja, maar ik vind... Ja, dat vind ik wel chill. Misschien heb ik daar nu wat meer vrede mee, dat ik niet elk gat hoef te vullen, snap je? Ja, dat zou kunnen. Ik ben denk ik iets minder kinderachtig geworden. Maar nog steeds met die bananen, ook nog steeds wel een beetje... Hij moet wel echt een beetje bruin en goud. Oh, zal ik die andere er gewoon meteen bij doen? Ja, doe maar inderdaad. Want dan is dat ook zo klaar. Het scheelt weer tijd. Oh, maar kijk, ik denk dat dit het is, hè? Wat heerlijk. Ik denk dat deze zo wel klaar is dan. Ja, want ik denk, je wil die krokantheid, maar niet te gaar. Ja, dat is het. Kijk hoe mooi die is. Ik zal zo een beetje draaien. Ik bedenk iets. Wat? Heb jij gauw een kooktip bedacht? Een kooktip? Kooktip. Ja, daar heb ik genoeg van. Dat kan toch niet? Denk gewoon niet te moeilijk. Goeie. Nee, wow. Ik denk dat handig is. Nee, wacht even. Nou ja, mijn tip is echt... Om tijd te besparen heb ik eigenlijk altijd wel... gerechten met soortgelijke ingrediënten en dat probeer ik altijd in huis te hebben. Dus oh, dat je meerdere varianten maakt met dezelfde ingrediënten? Klopt. Oh ja. Want ik ben zo iemand, ik kan niet elke dag van mijn leven nadenken, wat ga ik nu koken? Nee. Ik word gestoord. Dus als ik gewoon dezelfde ingrediënten heb, dat kan in een wrap, dat kan met een aardappel, kan in een airfryer of in de oven of soep, whatever. Beetje dezelfde soort ingrediënten, dat heb ik eigenlijk altijd in huis. Doe dat denk ik ook. Ik heb altijd courgette bijvoorbeeld, want daar maak ik heel veel. Dat. Iedereen heeft, je hebt een beetje je eigen producten. Ja. Klopt. En daar kan je van alles mee maken. Dat. Dat is zo chill voor je brein, want je gaat gewoon in de avond kijken welke ingrediënten pak ik en dan maak je er gewoon wat mee, toch? Ja. Dat maakt het zoveel simpeler, want ik vind het heel moeilijk om na te denken, en nu? Wat nu? Jij gaat dus ook niet met een lijstje naar de winkel van ik moet dit en dit en dit hebben voor dit gerecht. Want ik heb geen idee. Ik hou daar ook niet zo van. Grappig, het verandert gewoon in rijst, want het is rijst. Dus nu is het gewoon een soort nasi buitenkant, gebakken rijst. Grappig. Het is inderdaad een beetje... Ja. ASMR. Oh, ik kan niet wachten op dit moment. Oeh. Je hebt gelijk, het is veel rijst. Veel rijst. Ja, maar wel lekker. Rijst met... Ja, ik hou van rijst. Ik ook. Oké, de andere ook even opsnijden. Ja. Dat ziet er zo lekker uit. Ja. Ja, dit is lekker. En zie je, de zalm is nog wel een beetje rauw. Klopt. En wij hebben hem nog vrij lang gebakken. Oh mijn god, is dit het moment? Dit is de taste test. Kijk hoe de... Zo gretig. Oké, ik pak deze met zalm. Ja, welke neem jij? Ja, ik wil ook. Ja. Die ga ik ook pakken, ja? Ja. Oké, nou meid. Cheers. Cheers. Hallo. Cheers. Oké, we gaan ervoor. Ik hoop dat hij crispy... Ja. Lekker. Hij valt uit elkaar. Oeh. Ja, de beleving. Het is een beetje spicy. Pittig, maar niet te erg. Zo lekker. Hij is alleen te vet. Bijna niet heel goed in frituren. Daardoor is de zalm ook net een beetje gaar geworden, maar niet te gaar. Mm-mm. Hartstikke lekker. Ja. En die rijstvellen aan de binnenkant zijn heel grappig. Ik ben aan de binnenkant van mijn wang. Ja, want het is natuurlijk, dat is niet krokant gebakken aan de binnenkant. Nee, maar het is niet naar slijmerig of zo. Nee, dat niet. Het is wel lekker. Ja. Ik heb echt zo'n door te blijven eten. Ik zou hem ook een keer willen proeven zonder die furikakenkruiden. Oh ja, we kunnen nu niet door eten. Nee, oké, we moeten wel stoppen. Ja. Je hebt toch nog dingen om te proeven? Jongens,
Dit is wel heel leuk. Want je kan er zo erg mee variëren. Ik vind het ook echt heel lekker. Ja. Heel leuk. Goeie. Lekker en echt leuk voor een date. Oké, we gaan nu dan door naar de Bubble Hop Snack. Ik heb echt zin in deze pikkel. Nee. Sorry. Ja, welke wil je eerst? Ja, we gaan dit. Dit is zoet. Ja. Popcorn en een augurk. Oh my god. Maar ik snap dus niet wat staat hier eigenlijk en wat voor smaak. Waar moet ik volgens aan denken? Volgens mij is hij heel heet. Chamoy. Ik weet niet wat dat betekent. Ik ook niet. Maar zullen we gewoon een stukje eraf snijden? Eigenlijk moet je het happen. Ja, maar... Nasty. Maar het is wel hoe het hoort. Ja, wil jij het happen? Ja, anders hapt eentje het en dan snijden we dat er even af en dan kan de ander happen. Ik wil eigenlijk gewoon een stukje eraf snijden. Okay. Ja, want nou ja, weet je, ik... Wacht, ik pak dit wel. Dat is juist de grap van zo'n ding dat hij zo reusachtig is. Oh, wat oh is my dit? God. Sorry, maar ik wil dit zo graag happen. Oh, maar die geur, wat het ruikt niet naar een geurk hoor. Ik weet niet waar het naar ruikt. Eeuw. Doe ze eigenlijk moeten we het happen. Ja, doe maar. Okay. Ik denk dat dit namelijk echt heel vies is. Ik denk het ook. Want het stinkt. Oh mijn god, gaat hij spuiten? Oh my god, wacht! Wat doe jij? Oh mijn god. Gaat het? Ja, jij wou graag happen. En dit met frambozensap of zo, het is zoet. Is het zoet? Zie mij. Dit moet ik ook even van dichtbij laten zien. Oh. Heel spannend. Is het gooi? Chris, ik zit helemaal onder de kleurstof. Ja, hallo, weet je waarom ik het wou snijden? Wil je alsjeblieft van die andere kant happen? Dus het is gewoon... Kijk dan. Oh, nee, shit. Ik dacht dat komt hieruit, maar het zit nog in een zakje. Het is een gevulde augurk. Het smaakt naar een soort fruit. Ik kom hier niet eens met mijn tanden doorheen. Mijn composiet komt eruit. Oh ja, jij hebt composiet. Vet mooi. Oh, thanks. Dat naar een vriendin gestuurd is. Hij zei, ik wil het ook. Snap je dat het bedoelt met een soort fruit? Oh. En wat zuur. Is het voor... Ik hou heel erg van augurken, maar dit is echt het goorste ever. Ja, ik vind het dus niet zeg maar echt een nul qua viesheid, maar wel een 3 of zo. Maar wat is het? Wat proef ik? Ik weet het eigenlijk niet. Het is hele slechte review. Dit is verschrikkelijk. Oeh, ik denk dat dit echt heel lekker is. Het ziet er echt lekker oh, uit. Oh, huh? Maar hoezo is dit bubble tea? Oh, maar ik dacht er zitten misschien echt bubbels in. Nee, dit is bubble tea smaak. Je hebt donkere en lichte. Ik denk dat het een beetje chocoladeachtig is. Ja, ik denk niet dat het bubble tea gaat zijn. Koffie. Wel een beetje milky. Oh. Wel apart. Oh, wel lekker. Heel crispy. Oh, heel overdreven. Lekker! Ik vind het heel lekker. Nee, vergeleken met jouw geur. Is dit echt het beste ever trouwens. Dit is heel lekker. Het is koffie. Nee. Creamy. Die koffie. Karamelachtig. Die lekkoekjes met koffie. Oh ja. Ja, zoiets ja. Precies. Dit is de lekkerste popcorn denk ik die ik ooit heb gehad van zoete popcorn. Ja. Nee, weet je welke lekker is? Deze. Ik weet niet meer hoe die heet. Het zit helemaal hier te branden trouwens. Dat sap wat hier is gelegd, dat is helemaal aan het branden. Echt? Ja. Wat bizar. Maar dit vind ik niet normaal lekker. Mijn vader, ja, het is echt lekker. Mijn vader wordt gek als je dit proeft. Oké, dan gaan we hem afsluiten, of niet? Ja. Wij gaan lekker verder in Chris haar mukbang op haar kanaal. Yes, we gaan verder. Linkje staat in de beschrijving. Yes, goed, hallo. En dat was hem. Dankjewel dat ik mocht komen. Ja, leuk dat je er was. En volgende week is er weer een andere hele leuke nieuwe gast. Superleuk. Oké. Dus, doei!